Hallo en welkom op mijn YouTube kanaal. Ik ben Sabrina en ik ga vandaag de Look Fantastic Beauty Box voor jullie unboxen. Hij zit normaal gesproken in een kartonnen doos. Deze keer niet. Deze keer zit hij in een tasje. Ik laat hem heel even zien, maar dan zie je al wel een beetje wat erin zit. Hij ziet er namelijk zo uit. Ik laat hem niet te lang zien. Super leuk tasje. Hele leuke kleur. Dus wel tof dat je dat er gewoon bij krijgt. En de Look Fantastic Beauty Box is een abonnement. En dat kan je kan hem ook gewoon voor 1 maand trouwens nemen. En dan is hij volgens mij 20 euro. Als je hem voor 3 maanden neemt, is hij 18 euro. Voor 6 maanden is hij 17 euro. En als je hem voor 12 maanden neemt, is hij 15,50 euro. Die heb ik genomen, want dan krijg je natuurlijk de meeste waar voor je geld. Deze maand, de maand juni, is de Beauty Box de Staycation Edition. Met andere woorden, thuisblijven. Maar wel zomer. En hij is 65 euro waard. En ik ga nu even laten zien wat er allemaal in zit. Nou, laten we beginnen met dit. Dit is de Everything Mask, staat er. En hij is van Josh Wood. The Color Locking Multitasking Deep Conditioning Treatment for Every Hair Color. Oh ja, en normaal gesproken zit er trouwens een soort van leaflet bij, een boekje. En daarin staat alle informatie. Deze keer hebben ze dat online gedaan. Dus ik heb online ook al, ik weet al een beetje wat erin zit. Sowieso omdat je het nu al ziet. Maar ook omdat dus online het boekje alleen beschikbaar is. Dus ik moest even alle prijzen opzoeken. Dus ik heb het ook allemaal gezien. En de Josh Wood Color Everything Mask is 30 ml en 6 pond waard. Ik zal even kijken of hij lekker ruikt. Oh, er zit een plasticje op ter bescherming. Die ik maar heel moeilijk los krijg op het moment. Oh, hij ruikt heel bloemig. Hij ruikt zwaarder dan ik eigenlijk had gedacht. Maar best wel lekker. Dit is dus de Josh Wood Color Everything Mask. Dan hebben wij vervolgens de Glof Rainbow Drop Brush. Dat is een borstel die er zo uitziet en zo vanaf de andere kant. En het is eigenlijk een redelijk recht toe recht aan borstel. Ik las in ieder geval in de online liefde dat je hem zowel onder de douche als gewoon op nat haar als op droog haar kan gebruiken. En ja, er zit ook niet zo'n sponsig middengedeelte in, zeg maar. Dus daar is je inderdaad denk ik wel geschikt voor. En in principe best wel een goede maat voor je handtas. Dus hartstikke leuk. Deze is 10 pond waard. Dan hebben wij de sneak peek van vorige maand. Dat is de Molten Brown Coastal Cypress and Sea Fennel Bath and Shower Gel. Die ziet er zo uit. Ik hoop dat je het een beetje kan zien. Want hij is natuurlijk doorzichtig. En hij heeft een beetje een blauwige gloed. Oeh, deze ruikt heel lekker. Ik heb ook wel eens eerder zo'n Molten Brown douchegelletje gehad in een adventkalender volgens mij. En die vond ik eigenlijk niet zo lekker ruiken. Iedereen zat helemaal gek van Molten Brown, maar die vond ik dus eigenlijk niet zo lekker. Dat was de eerste keer dat ik het merk leerde kennen. Maar deze ruikt wel echt heel erg lekker. Nou, dat komt altijd wel van pas. Dan hebben wij de Polar 50 Plus Sun Lotion, Very High Protection. Polar is echt een heel erg fijn merk trouwens. Ik heb nu meerdere cremetjes van ze gebruikt, ook handcreme en zo. Het ruikt allemaal echt super lekker. En het is gewoon best wel goed spul. Even kijken hoor. Dit is Polar SPS 50. Het is niet vet. Dus ik denk dat het gewoon geschikt is voor je gezicht. En hij is 13,44 pond. En ik zal heel even kijken. This lotion helps fight against sunburns and premature aging. Apply generously before exposure. Ja, er staat niet per se of het voor je gezicht of voor je lichaam is. Maar ik denk dat hij best wel geschikt is voor je gezicht. Sowieso een heel handig handtasformaat. Er zit hoeveel milliliter in? Zie ik dat ergens staan? 20 milliliter zit erin. Dus dit is best wel een mooie, denk ik. Goeie om te gaan proberen. Dan hebben wij de Ultrasun Lip Protection SPF 30. En deze is 8 pond waard. Ik zal even kijken of ik hem kan openmaken. Ik denk dat het eerlijk gezegd gewoon een redelijk recht toe recht aan
een lippenbalsem ding is. Dus niet dat er een kleurtje of zo aan zit. Zo. Ja, precies wat ik al dacht. Vrij recht toe, recht aan. Oh, hij ruikt een beetje... Ik had eigenlijk niet gedacht dat er heel veel geur aan zou zitten. Maar er zit wel een geurtje aan. Hij ruikt een beetje zoeter of zo. Oké. En dan hebben wij als laatste een maskertje. En dit is een masker van Shangri Aroma Blend. Een moisture mask. En er zit flower water, ylang ylang olie en rosewood oil zit erin. Hij ziet er zo uit. En ik zag op de... leaflet, dat er 3 maskers blijkbaar zijn en je krijgt dus gewoon 1 van de 3. En deze is £2,50 waard. Nou, en dat was hem alweer voor deze keer. Nou, superleuk dat ze, er een tasje dus ook bij hebben gedaan. Dus die kan je best wel handig gebruiken nog voor je toiletspulletjes. En misschien ook in je tas stoppen om als toilettas te gebruiken. Tot de volgende keer. Dan laat ik weer een unboxing zien. Tot ziens!